In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Vrolijk kerstfeest allemaal en welkom bij ons panel waarin we het vandaag gaan hebben over het kerstfeest. We gaan het hebben over wat voor verandering dat heeft gebracht destijds, maar ook nu in ons dagelijks leven en elke dag. Dit doen wij op basis van alle aspecten die wij gebruiken in onze filmpjes. Gaan we kijken uit de verschillende perspectieven naar dit eerste lied. Dit eerste lied wat Kevin ons net vertelde, is het eerste lied wat gezongen is over de Heere Jezus door de engelen. Uit de hemel aan ons gegeven, wat we vandaag de dag nog gebruiken. En het perspectief waar jullie weten waar ik het vaak over heb, is de wetenschappelijke perspectief. Hoe we kijken met ons verstand naar het geloof en welke wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is. Maar dit lied dat Kevin net mooi opnoemde, komt uit Lucas 2, vers 14. En Lucas is natuurlijk een van de vier evangeliën. En evangelie, zoals we weten, betekent het goede nieuws. Het goede nieuws dat Jezus is gekomen, is gestorven voor ons en weer uit de dood is opgestaan. Maar het is ook het goede nieuws dat we, als we in moeilijkheden zitten, in tijden van moeilijkheden, problemen, dat het goed komt. Het goed komt omdat Jezus voor ons is gekomen. Dus bijvoorbeeld, zitten wij in problemen thuis of werk en relaties, dan kunnen we daar denken van, hey, wat onmogelijk is bij ons, is mogelijk bij God. En wat heeft dat te maken met de wetenschap? Is namelijk dat in de wetenschap mensen met het verstand dingen proberen te beredeneren. Alleen het probleem daarvan is dat ons verstand beperkt is. En omdat het hun niet lukt, gaan ze misschien afstappen van het geloof. Gaan ze zeggen, God bestaat niet, want we kunnen hem niet beredeneren. Maar het andere deel van ons geloof is niet alleen ons verstand, maar ook het geloven met ons hart. Nogmaals, niet alleen dat God bestaat, maar ook dat als we in problemen zitten, dat God ons zal helpen, dat Hij ons zal redden, dat Hij ons zal verlossen. En dat is het vrede. Dat is het vrede dat Jezus met ons heeft gebracht door zijn komst. Dus eigenlijk is ons geloof gebracht. Geloof die het verstand niet uitschakelt, maar geloof die het verstand te boven kan gaan. Exact. Net als deze herders die in het veld staan, met hun verstand het niet kunnen omvatten, maar wel uit geloof gaan zoeken naar wie is die persoon waar het net over gezongen is. Ja, en ik denk dat die hoop, dat geloof dat ze hadden, hen dus ook zo ver heeft gebracht om te reizen die afstand. Door het geloof. Dus ja, ons verstand kan ons brengen tot iets, tot een bepaalde winst. Maar het geloof brengt ons toch nog een stukje verder. En dat is inderdaad denk ik heel mooi met de herders. Mooi. Ik vind die omgang ook best wel mooi, hè? Want er staat ook zeg maar in het verhaal van de herders is dat zij heel erg angstig werden van die engel die kwam. En dat ze daarna eigenlijk best wel snel, toen ze zagen hoeveel macht en glorie er kwam met die hele legerschare aan engelen die dat kwam vertellen, dat God ons al die mooie dingen zou beloven, al die mooie dingen zou geven in de vorm van het kindje Jezus, is dat die angst eigenlijk werd omgezet. Hè? Wat normaal best wel moeilijk is, hè? Wat normaal best wel iets is wat... Wat je misschien wel kent van jezelf, als je ergens angst over hebt of bang bent, dat het niet iets is wat dan 1, 2, 3 weer verdwijnt. En dat is toch echt wel een soort van wonder geweest, denk ik, van dat die engelen dit hebben kunnen brengen aan de herders. En dat de herders dat daar open voor stonden en daar iets mee hebben willen doen. Dus dat vind ik wel mooi wat jij dan zo zegt. En dat, dat is denk ik precies die omslag van eerst met ons verstand hebben we het druk, onrust. Maar met komst van Jezus is er vrede. Dus er is een moment van omslag geweest, zoals je precies mooi hebt gezegd. Dat is denk ik de vrede die God met zijn komst naar ons heeft gebracht met het, kerst. En tijdens de liturgie wordt deze vers gebeden in het verzoeningsgebed. En dat is heel mooi van onze kerk, dat precies in het verzoeningsgebed deze vers gebeden wordt. Omdat het ons herinnert dat door de komst van Jezus, door de vrede die hij met zich meebracht, er verzoening is tussen de mensen en God en tussen de mensen en elkaar. En dat is eigenlijk de hele boodschap van kerst. Dat door de komst van God er verzoening en vrede is op aarde door zijn komst. Wat mooi, dus eigenlijk hoor ik dat het is een geloof die het verstand te boven gaat. Het is vrede waar de angst was. En wat jij ons nu leert, Kevin, is dat het ook de verbintenis geeft, de verzoening tussen de mensen, waar dat van nature niet per se zo aanwezig is. Ik weet me ook te herinneren dat we in de Ekbea deze vers ook gebruiken. Klopt, en dat is ook het andere mooie aspect van onze kerk, om ons dagelijks te herinneren. En eigenlijk zelfs elke keer als we het bidden met laat ons lofprijzen met de engelen, dat wij ook herinneren dat de engelen ons deze boodschap hebben gegeven. Dat is de engel Gabriel die aan
de Maagd Maria de boodschap heeft gegeven van kerst, zo brengen de engelen ook deze boodschap aan ons, dat er vrede op aarde komt door de komst van Jezus. En dus ook verzoening tussen de mensen en tussen de mensen en God. En ze hebben ons natuurlijk een soort van de eerste lofprijzing gegeven. Hè? Dus de eerste vorm van Tesbeha, als ik het zo hoor. Als ik Zeker. Het zo mag interpreteren. Dus ja. Zij zeggen Gloria en wij zeggen dat eigenlijk ook. Dat allemaal door een simpele kribbe. En ik denk dat dat mooi is om ook dank dus te zeggen. Van, laat ons lofprijzen, laat ons dankzeggen. Hij is gekomen. Hij is gekomen voor onze zonde. En ik denk dat we daar het meeste voor kunnen doen. Lofprijzen en hem eren. Eren zijn de God in de hoogste hemelen. Dankzeggen aan hem dat hij die moeite heeft gedaan. Want hij zat zonder schuld. Wij zijn degene die met schuld. En dat leert ons denk ik ook nederigheid. Zoals de stal. Het is prachtig om te zien hoe deze vers eigenlijk begint. Hoe nederig in de stal. Ze hebben geen plek om te zijn. En waar ze zijn, is tussen de dieren. En hoe begint dit lied? Wat zingen de engelen op het moment dat Christus geboren wordt? Eer zij aan God in de hoogste hemelen. De plek die totaal oneerbiedig lijkt. Geen vrouw zal er willen bevallen. Geen koning zal er geboren willen worden. De mensen zien het als iets zieligs. En waar zit de eer in de hoogste hemelen? Zit in dat moment in die simpele stal. Ja. En dat moeten we ons bewust worden. Dat niet hetgeen wat wij eervol vinden per se eervol is in de hemel. Eervol bij God. En ook in ons handelen. Hoe nederiger ik ben. Hoe meer ik me opstel. Open naar de mensen om me heen. Naar degene die me kwaad doet. En dat ik ga en met sorry begin. Dat is wat eervol is in de hemel. En dat is wat de Heer Jezus ons leert. Dat eervolle van de hemel. Het omgekeerde van de wereld. De kracht. Want dat is dus de stal en de kribbe. Is een enorme kracht. De kracht in hetgeen wat krachteloos lijkt. En wat wij als mens misschien een krachteloze opvatting vinden. Of een opstelling van jezelf. Maar als je het met liefde, met kracht brengt. Is het de hoogste eer die er mogelijk is. Ja, het is die nederigheid hè, die dat zo bijzonder heeft gemaakt voor ons. En de verlossing zo heeft kunnen bewerkstelligen. En dat God van de hemel, niet zomaar op aarde is gekomen. Dus hij is niet in Dubai geboren of zo. Of ergens anders waar het heel chic is. Maar echt in een kribbe, in een voederbak. Ja. Met schapen doormheen en andere beesten. En dat is denk ik eigenlijk ook ons leven. En dat was dat God bij de drie knapen was in het vuur. En het vuur stond het teken van de verleiding, de moeite, de tegenslagen, de uitdaging die we hebben in ons leven. Dat is waar God aanwezig is. Dus ook in het krib heeft dit inderdaad een chique uitstraling. Is niet positief, net als dat iets dat niet lukt in je leven, dat je heel graag had gewild. Is niet heel fijn, maar dat is wel waar God aanwezig is. En dat is dat Jezus in de krib is geboren. Op een nederige plek is ook God de plek voor ons bij de moeilijkheden die we hebben. En dat is wat ik meeneem. En ik ben ook benieuwd naar wat jullie hieruit meenemen. Is dat ik voor het nieuwe jaar probeer God te zoeken in die moeilijke tijden. Die we eerst denken van, oké, dat moet ik zelf vergeten. Maar nee, misschien zit daar wat in. Misschien zit daar Jezus in. Dat is wat ik meeneem. En ik ben ook eigenlijk benieuwd wat jullie meenemen. Wat ik meeneem uit de kerst en uit het nieuwe jaar, wat ik wil nemen in het nieuwe jaar, is dat ik eigenlijk door wil gaan in het lofprijzen en het eigenlijk meer beseffen. Die dankzegging die ik aan God wil doen, die wil ik eigenlijk meer beseffen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Hoe denk jij, wat neem jij mee, Anton? Wat mooi. De kribbe. Het stuk dat ik mijn wereldse verlangens en wensen in een omgang met de mensen om mij heen meer moet loslaten. En in kracht met de Heer Jezus, in nederigheid, de eer, God eer in de hemelen. Dat door nederig te zijn, wij God kunnen eer in de hemelen. Ja, mooi. Ja, wat ik wil meenemen aan de boodschap van kerst, is dat ik wil mezelf trainen om de vreugde van de kerst, de vreugde van Gods aanwezigheid in mijn leven beter wil voelen. Want het is vaak bij mij inderdaad een stukje kennis. Ik weet dat God bij me is, zoals jij net ook zei. Hè? Hij is bij me in die moeilijke periodes. Het is juist op de momenten dat ik een gebroken hart heb dat hij nabij is. Hè? Dat lezen we super vaak in de Bijbel. Maar ik wil dus dat ik niet alleen dat besef heb, maar ook dat gevoel heb. Dus net als dat die herders, dat ze die angst achterwege konden laten en verder konden gaan en plek hadden gemaakt voor iets moois en iets fijns, wil ik dat voor mezelf ook. Ik wil kunnen genieten van de vreugde van Gods aanwezigheid in mijn leven.
En voor mij is dat wat ik mee wil nemen, denk ik, van het kerstfeest dit jaar. Wat mooi, Irini, mooie boodschap. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Dank jullie wel voor het kijken. Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar, een fijne kerst alvast. En ik wens jullie ook heel veel geloof toe. Niet alleen succes met ons verstand, met onze studie, maar ik hoop ook dat we groeien samen in ons geloof in God. De beste wensen allemaal. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat we allemaal mee kunnen nemen, dat we onszelf kunnen, dat we de vrede van God kunnen accepteren en die ook delen met de mensen om ons heen. Dat neem ik mee. Ik hoop dat jullie dat ook meenemen. Dus, om alles even samen te vatten, Lucas 2, 14. Lees het hele hoofdstuk, maak het je eigen en haal er voor jezelf de boodschap uit die jij nodig hebt voor het komende jaar. En we wensen jullie alle moois, lichts en warms. En we zien jullie natuurlijk bij de volgende afleveringen van De Hemel op Aarde, God bestaat en het woord van het leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En God. Amen.